Goedemorgen. De documentaire is weg, dames en heren. Deze zou aanzetten tot haat. En ik ga heel eerlijk zijn. Wanneer je die voor de eerste keer ziet, is er een heel grote kans dat je negatief perspectief erop na gaat houden. Zij het de Joden, dan de Duitsers of andere partijen die ermee gemoeid waren. Maar het is tijd dat wij als mensheid een stap vooruit zetten. Oude wonden achter ons laten en streven naar een betere samenleving voor ons allen. De reden dat ik die video postte was om aan te tonen dat er altijd meer kanten aan een verhaal zijn dan dat je denkt. Overigens, het gebruik van geweld is een vorm van mentale en intellectuele zwakte. Want dat betekent dat je het niet op kan lossen met woorden, gedachten en filosofieën. Dit is vooral herkenbaar in het gedrag van laagopgeleide ouders die hun kinderen slaan. Een gemiddeld mens heeft werkelijk 3 maanden nodig om die documentaire op intellectueel niveau te verwerken. En dat is enkel wanneer u regelmatig bij stilstaat en de puzzelstukjes op hun juiste plaats probeert te leggen. Dus de werkelijke reden dat die documentaire aandraagt tot haat is puur omdat de mensen geen geduld meer hebben, dingen niet laten bezinken, niet filosoferen en enkel in staat zijn om meteen te reageren met acties en frustratie.